Het buurcomité Leefbaar Dijkveld vreest dat met de komst van een vuilverbrandingsoven in hun woongebied de leefsituatie slechter zal worden. De plannen van het bedrijf Kersten zijn echter niet de eerste die als last worden ervaren door de buurtbewoners. De buurorganisatie maakt zich al sinds 2018 sterk tegen de uitdagingen van veilig wonen door vele bedrijven die zich nu in de woonwijk bevinden. Marian Schuitema en Mohamed Ali Baks, leden van het buurtcomité, zijn niet tegen ontwikkeling of plannen van bedrijven. Echter moet er rekening gehouden worden met het feit dat Dijkveld een woonwijk is. Dit is een woonwijk. Hier hoort geen, dit soort industrie hoort hier niet thuis. Dus we zeggen, zoek een plek waar je eigenlijk geen hinder veroorzaakt voor mensen. Ga daar je ding doen. Maar wij wonen hier al zoveel jaren en het is toch wel heel ernstig dat mensen dit wordt aangedaan. En ten aanzien van die verbrandingsoven, die willen we helemaal niet in onze buurt. We hebben vrijdag vorige week een meeting gehad met die man van Kersten. En die heeft een presentatie verzorgd van, dan vraag je af, waarmee zijn we bezig? Hij laat een slice zien van een model verbrandingsoven van Trinidad, waar in de wijde omgeving niemand woont. En die man van Trinidad was er ook bij en die vertelde dat ongeveer 1,5 kilometer in de omgeving. Nou, waarom moet je dat hier vlakbij ons zetten, toch? Zo'n verbranding. Want als het daar niet moet, dan moet het ook niet hier kunnen, toch? Zet het ergens verder. En als je in je dingenpresentatie aangeeft dat het gaat om gevaarlijke en minder gevaarlijke stoffen, dan worden we wel een beetje angstig van, hé, hey, wij zijn buurt, misschien gaan we straks dood. Maar die kinderen, de kleinkinderen die opkomen, dan hoor je, het is een industrieterrein. De vraag is alleen, wat is de definitie van een industrieterrein? Mag alles daar? Lid Jetendra Calmero van Leefbaar Dijkveld geeft aan dat met de komst van een vuilverbrandingsoven er heel wat stoffen vrij zullen komen. Het gaat om zowel niet giftige stoffen als giftige stoffen die een rol kunnen hebben in de vervuiling van het milieu en de gezondheid van de mens. Wanneer we kijken naar de giftige stoffen, dan moeten we rekening houden dat het namelijk schadelijk zal zijn voor niet alleen milieu, maar ook voor de mensen in de omgeving. En dat is dan weer de kwestie van wie gaat daarop letten. Dus jaren terug is alle ECA opgesteld. In zo'n rapport kan iedereen namelijk nalezen wat de huidige situatie is en wat we kunnen verwachten. En belangrijk om mee te nemen daarbij is dat wat hebben ze gedaan tussen die meting en deze meting. En als je om je heen kijkt, we hoeven niet veel te zeggen. Het is jammer, maar er is niks gebeurd. Er is niks gebeurd. En daarom, wie geeft dan ons de garantie dat bij een komst van zo'n bedrijf men daadwerkelijk die toezicht gaat houden, dat zaken goed zullen gaan? Het volledige interview met de leden van Leefbaar Dijkveld kunt u woensdagavond terugzien in ons programma In Gesprek Met op kanaal 12.1 om 9 uur.